Het aantrekken van een private equity partner vereist dat de groeistrategie duidelijk omschreven wordt. Het due diligence proces dat ermee gepaard gaat, zorgt er ook voor dat de interne structuren en processen eens onder de loep genomen worden. Alleen dat al brengt al de firma naar een ander niveau. Ik ben Dirk Vits, ben van opleiding scheikundige ingenieur en werk al 19 jaar bij Hannekaar. Hannekaar is een B2B-bedrijf dat gespecialiseerd is in het bekleden van rollen met rubber, polyurethaan, siliconen, composieten en carbides. Die rollen vinden we terug in allerhande machines. Machines voor het produceren, verwerken, coaten of bedrukken van metaalplaten, papier, textiel, karton, verpakkingsmateriaal en noem maar op. We zochten een financiële partner die kon helpen bij het uitrollen van ons groeiplan en die kan en wil volgen als er volgende stappen moeten gezet worden. Daarna zijn de medewerkers van BNP Paribas Fortis een klankbord die ons snel toegang geven tot macro-economische informatie en de gebruiken en strategieën bij mergers en acquisitions. De verkopers van een bedrijf staan ook meer open voor potentiële overnemers waarvan ze weten dat ze financiële slagkracht hebben. We zochten ook een financiële partner met een internationale naam en reputatie die niet ging voor de meerderheid in het bedrijf en die vandaag nog niet noodzakelijk denkt aan de exit van morgen. BNP Paribas Fortis Private Equity kon dit allemaal bieden. Uiteindelijk zijn we bij Hannekaar terechtgekomen omdat ze op zoek waren naar een lange termijn minderheidsaandeelhouder om hen te ondersteunen bij hun internationaal buy-and-build traject. BNP Paribas Fortis Private Equity bleek hier de ideale partner te zijn, gezien onze jarenlange expertise en ook gezien onze mogelijkheid om nog bijkomend kapitaal te verstrekken, mocht dit achteraf nodig blijken. De voordelen van BNP Paribas Fortis Private Equity zijn dat wij een geduldige lange termijn investeerder zijn. We hebben een jarenlange ervaring in het ondersteunen van Belgische familiale ondernemingen, wat uiteindelijk ook een bijkomende troef is. En daarnaast opereren we met het grootste respect voor de zelfstandigheid van het aanwezige management en ook de operationele aandeelhouders. Als laatste is ook de reputatie van een globale financiële groep en het uitgebreide netwerk een troef in het vinden en overtuigen van potentiële partijen om in zee te gaan met Hannekaar.